en willen hebben wel degelijk een verbinding. Voor mij persoonlijk zijn het de cruciale startwoorden, startvoorwaarden om iets te betekenen in een duurzaam verhaal. Het kan. Het kan anders. Of kiezen voor een duurzame samenleving wordt realiteit als we onszelf kunnen en willen overtuigen van onze eigen kracht, ons eigen ik, om mee een verschil te maken. Van kleine stapjes tot grote realisaties. Van zuinig omspringen met energie, de kraan toe tijdens het tandenpoetsen, tot kiezen elke dag weer wat er op ons bord komt, waar we willen voor gaan, hoe we ons verplaatsen, hoe we wonen en werken. Wees de verandering die je zelf wil zien, zei ooit een heel gekende Indiër. Goedemorgen iedereen. Ik wil jullie van harte verwelkomen op het KVLV-forum Ecologica. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Jan Dijnen. Ik ben programmamanager bij CIFAL Vlaanders. En ik ga jullie vandaag inderdaad iets meer laten kennen van de Sustainable Development Goals. Eerst, de VN heeft een hele campagne gestart, marketingcampagne. Als je naar de website www.globalgoals.org surft, dan vind je daar alle celebrities, zangers, actrices enzovoort, die eigenlijk campagne voeren voor die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Er zitten heel veel filmpjes verschijnen. Ook de Smurfen, onze Smurfen doen mee met heel veel filmpjes enzovoort. Dit is de fameuze figuur van het Stockholm Resilience Institute, het zogenaamde Rockström-diagramma, dat trouwens de basis is geweest voor de ontwikkeling van de Sustainable Development Goals. Dat is daaruit voor een groot deel afgeleid. Klimaatverandering is bovendien, en dat is iets dat heel goed begrepen is door het Amerikaanse leger, het Pentagon publiceert daar al massa's rapporten over, dat klimaatverandering is een threat multiplier. Gaat een heel aantal gevaren verder vergroten. IS bijvoorbeeld zou er nooit geweest zijn zonder de extreme klimaatverandering die vandaag reeds in Irak en Syrië zijn gebeurd. Iets dat veel te weinig bekend is in de media, hoe dat IS de vruchtbare bodem heeft kunnen vinden als gevolg van klimaatverandering. Er wordt heel weinig verteld. Trouwens, voorzitter, beste Nick, dames en heren. Voor mij een zeer groot genoegen om hier kort het woord te mogen voeren. Ik wil jullie in eerste instantie feliciteren met dit symposium. Ik denk dat het een heel belangrijk thema is en gezien de grote aanwezigheid ook echt leeft. Het probleem van geprogrammeerde veroudering is dus ook al een stuk ouder dan wij denken, want ze dateert al van vele jaren geleden. Al bijna een halve eeuw lang duiken dergelijke verhalen op. De printer die na een bepaalde periode, na het aantal bladzijden te hebben gekopieerd, stopt. En dan juist nog na het verstrijken van de garantieperiode. Jullie hebben tal van voorbeelden die dat ook illustreren. Bovendien is er in de voorbije decennia een bijkomend probleem opgedoken. En dat is van de wegwerponderdelen. Een van mijn medewerkers, je weet dat ik een vrij ruim kabinet heb met heel veel heel intelligente mensen, vandaar dat ik ook intelligente speeches kan geven. Dus een van mijn medewerkers, ingenieursopleiding, die vertelde mij dat hij een gastcollege bijwoonde van een vertegenwoordiger van de industrie over innovatie en succesvol op de markt brengen van producten. Uit het leven gegrepen. En die man maakte aan die studenten, ingenieurs in spe, duidelijk dat er eigenlijk maar één devies was. En ik citeer die man: als je echt geld of veel geld wilt verdienen, maak dan producten. En als je dan producten maakt, moet je ervoor zorgen dat het wegwerponderdelen bevat. De winst maak je niet op de producten, maar op de wegwerponderdelen. Einde citaat. Ik vergelijk duurzaamheid, de drie dimensies van duurzaamheid, met een ei. En de dooier, dat is dat gele, dat is het leven. Dat is dat bevruchte ei. Dat is het economische gegeven, het leven. Want zonder dat economische gaat ook de landbouw niet overleven. In een ei heb je een dooier, heb je het wit van het ei. Het maatschappelijk gedragene.
En dat zorgt ervoor dat die dooie die bevrucht is, als die gaat bewegen en tegen die schelp wel nu en dan gaat stoten, dat die toch niet beschadigd wordt. De maatschappelijke gedragenheid is daarbij heel belangrijk. Het sociale aspect speelt daarin. En dan hebben we de schaal, de schelp van dat ei. Waar nu en dan inderdaad die dooie wel een keer tegenbotst, beschermd door het maatschappelijke. Maar heel belangrijk, als die schaal breekt, is ook het ei dood. Is het embryo dood. Toevallig kreeg ik een paar weken geleden een heel mooi, dat is van de FAO, een heel mooi, op één mooie affiche, alle uitdagingen in zijn geheel. Ik ga ze niet allemaal met u overlopen, dat komt wel in mijn verhaal, maar een aantal cijfers die erop staan, zijn wel belangrijk. En dat eerste cijfer is die 9,7 miljard mensen. Wij werken ook op drie thema's. Circulair aankopen, ga ik op het einde nog iets over zeggen. Circulaire stad. En daarbinnen gaan we kijken van wat kunnen steden en gemeenten doen. En wat kunnen burgers doen. Welke initiatieven leven er al? Er gebeurt al heel veel bottom-up initiatieven van burgers. We willen die in kaart brengen, we willen die promoten, we willen die ondersteunen. En we willen ook leren aan de bedrijven hoe burgers het doen en omgekeerd. En dan tot slot circulair ondernemen. Zoals ik al zei, is het belangrijk dat we ook bedrijven hebben die resoluut kiezen voor de toekomst. En mevrouw, mag ik vragen wat dat hier allemaal is? Er zijn komkommers, aubergines en rode paprika. Dankzij Flandria, zij geven ons die groenten van eigen bodem. En het is de bedoeling dat we die zakjes, die groentezakjes, hergebruiken in plaats van een plastic zakje. Oké. Veel plezier. Dit is voor jou. Dit is een KVLV, herbruikbare tas, om mee naar de supermarkt of de boer achter de hoek te gaan. En dan nog kook met restjes. Voilà. Ja. Ja, fantastisch.